Nou, ik ben nu klaar met boodschappen te halen en ik ben nu richting huis toe. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat. Ik ben al een tijdje wakker, alleen ben heel veel dingen bezig geweest op de computer. Want ik ben bezig geweest om alle video's met te bewerken, want vlog is eigenlijk op zaterdag later online gekomen. Excuses ervoor, omdat er iets met de handbrake. Nou, het zit zo. Mijn computer zit bom vol met geheugen. Ik heb alles geprobeerd dingen nu te fixen. Hij zit nu in handbrake, maar het gaat een tijdje duren. Dus morgen is hij pas klaar. Ik ga nog wachten en we gaan zien wanneer hij klaar is. Dus excuses dat de vlog al laat online is. Ik kan niet eens een nieuw vlog bewerken. Kan ook niet eens. Zoals vlogstukjes staan nu tot nu toe. Voor jullie ook. Niet meer als je kijkt, maar van mij nu. In de... Nog op de stick. Dus ik moet nog even alle dingen veranderen. Om te... Maar... Ik ga even eten maken. Wat ga ik maken? Ik ga even pan pakken. Zet ik even deze camera even neer. Zo. Even kijken. Deze moet ik hebben. Zo. Zet ik daar neer. Weet je, ik zet de camera even hier neer. Dus. Maar ja, ik ga dat even dan maken. Ei met een kast dicht. Maar dat kan niet, want anders steek ik mijn hoofd. Dus ik ga even oplossingen verzinnen hoe ik dat kan doen. Misschien hier. Nee, dat kan ook niet. Ik hou me vast. Wat ga ik dan nu doen? Kan jij ze weer alleen in de weg? Pak en braad, boter. En dan ga ik even een eitje bakken. Ik heb net eieren getest. Er waren 2 eieren helaas over datum. Maar ja, kan ook gebeuren. En wat ik ook nu ga doen is gordijnen open gooien. Dat ga ik ook weer even doen. En ik ben benieuwd of ik iets kan doen met mijn camera. Want dat kan ik gewoon versnellen. Zo. Goedemorgen. Goedemorgen Nederland. Goedemorgen gemeentehuis. Nathalie is dit. Dat is een begeleider. En het zonnetje schijnt. Zo. Ja, en dan ga ik een andere gordijn opengooien en dan lekker gebakken ei maken. En dan ga ik alleen dadelijk nog een brood om te laten ontdooien. Dus. En wat is een heftige wind buiten, zeg. De knijters. Ik weet niet of jullie kunnen zien daar zo. Daar. Ja. Maar dan ga ik nu maar even... lekker een gebakken eitje maken. Nou, ik heb een gebakken eitje nu gemaakt. Oh. Alleen hij moet een beetje hard worden. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Nou, ik heb helemaal klaargemaakt. Brood al. Ik ga 1 brood met kaas gewoon maken. Ik ga eerst denken aan de tosti, maar nee, ik dacht alleen maar. Dus ik ga alleen mijn ei met een broodje kaas eten. Dus dan gaan we dat doen. Nou, ik ben nou richting centrum. Ik ga even wat halen. Want ik moet wat hebben. Ik dacht, weet je, ik ga even naar de winkel, sowieso was ik nog van plan. Maar, ik ga wat dingen halen, maar wat weet ik nog niet precies. Sowieso, ik weet niet of jullie het trouwens goed kunnen horen. Maar ik heb lekker eitje gebakken, lekker eitje gegeten.
Maar ja, ik had twee eieren, wat ik al zei, zijn op. Dus ik had er maar eentje over. Ik had totaal drie. Dus ja. Toch, weet je, ik ga gelijk even nieuwe eieren halen. En dan gelijk misschien bij het supermarktwinkels even een beetje kijken. Bij Lidl of bij noem maar wat. Dus ik ga maar snel over dat halen. En ja. Dan gaan we het snel doen. En dan ga ik weet niet of het trouwens, voor de zekerheid. Dus je me horen, in ieder geval door de harde wind. Want het waait wel ongelooflijk heel hard. Wacht even. Zo. Even omdraaien. Het is beter. Want met mijn andere hand was wel een beetje te zwaar. Dus moest ik even laten rusten. Maar ja. Ja. Ik zit er voor me echt niet uit. Niet normaal. En dus echt, ik heb heel lang een beetje wezen relaxen. Ik had een beetje filmpjes kijken op YouTube. En best wel lang laat in bed gelegen. Sanne, waarom ga je dan laat in bed liggen? Ja, ik weet niet. Dus in de, het is al 's middags. Laten we maar eerst een keer uit bed gaan en laten we een keer gaan vloggen. Want anders komt er helemaal niks van. Nou, ik ben nu klaar met boodschappen te halen. En ik ben nu richting huis toe. En ja, wacht. Even mijn jas dicht doen. En gelijk de camera even omwisselen met onderhand. En dan ga ik lekker de boodschapjes gedaan. Moet ook altijd gebeuren. En ik was bijna, ik wou ook eigenlijk al ei halen, maar dat was ik bijna vergeten. En ik heb even lekker stokbroodjes, pizzoletjes eigenlijk zijn het. En kattenbokjes. En gelukkig ben ik weet het? Kattengrint niet vergeten mee te nemen. Want die was ik wel bijna vergeten. Maar gelukkig heb ik die nu al bij me. Dus. En ik wou al begin toen ik deze camera had. Zou ik te kijken. Heb het nut om een statief te gebruiken voor deze camera. Of niet? Nou ja, ik ga het even kijken wat er. Want ik had het al een keer gebruikt, maar toen viel er dacht ik van. Ik denk onhandig, of wel handig. Toch weet je, laat me zitten, ik doe hem niet. Maar nu ga ik weer zitten denken, ik wil hem wel gebruiken. Ik denk dat jullie ook wel beter vinden. Dus, nou ik weet niet. Laat me weten. Vinden jullie handiger qua hoe ik beeld mijn camera pak? Ik moet even handen omwisselen. Dat ik wel een statief gebruik, een soort van een klein mini statiefje of niet? Laat even weten in beneden in de reactie. En ik ga wat even opnemen. Maar dan ga je jullie nog wel zien. Want ik heb natuurlijk ooit haatreacties reageert. Maar nou ga ik wat anders doen. Of lieve comments reageren dadelijk. Maar ja, dat ga ik zo doen. Dan ga ik eerst even de boodschappen uitladen. En dan ga ik dat video opnemen. Dus vandaar. Maar ja, laten we maar nogmaals naar huis gaan. Nou, ik ga even wat ik nu ga doen. Ik heb nou statief wel gebruikt. Maar wat ik nu ga doen is eigenlijk lekker douchen. En dat heb ik voor mij nog niet gedaan. Wel gedaan, minstens nee, niet gedaan. Dacht ik, weet je, ik ga lekker even opfrissen. En kan juist de hele tijd te mouwen, waarom weet ik ook niet. Wat kan je? Wat is je? Dus dan ga ik het even doen en ik zal lekker op YouTube kijken van Gio. En ik heb net boodschappen gedaan. En tussen de tijd dat ik allemaal gedoucht heb en zo, dan beloof ik jullie dat dit allemaal opgeruimd is. Maar ja, laten we maar even lekker douchen nu. Nou, ik heb daar weer trouwens lekker gebakje ei gemaakt. Zonder wel nogal weer. Maar hij zit een beetje vast. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Ja, juist. Dat dus. Ik kan hem niet.
Goed bezig. Maar zoals jullie gezien hebben, dit helemaal opgeruimd. En aanrecht, het enige wat er ligt is brood. Nou, die zijn dus ja, ontdooid, dus dat gaat ook al goed. En ik ga zo meteen even mijn video even wat opnemen. Ik zit lekker YouTube te kijken van Dom. En een beetje wezen nu een beetje relaxen. Oh, wacht even, camera goed doen. Een beetje wezen relaxen. Lekker een beetje YouTube kijken, dit en dat. Maar ja, het is een beetje soms een beetje chaos. Dus. Ik ben eigenlijk alleen zo moe. Ik dacht ik ga even een douche pakken, maar ik ben nog steeds kapot. Ik ben kapot moe aan het worden. Puh. Ik ga denk ik sowieso vandaag op tijd slapen. Ik weet niet wat het is ineens dat ik zo moe ben. Ik weet niet wat het is. Maar het zou door de weer ook kunnen. Want ik heb gehoord van dat dag korter is altijd. Maar dat kan ook trouwens door de buiten komen. Dat het snel donker is. Dat je dan sneller moe wordt. Laat even weten in de reactie wat zou de oorzaak kunnen zijn. Want ik ben nooit zo snel moe eigenlijk. Maar ja, ik ga dan wel even lekker dadelijk eten. En dan een lekkere video nog kijken. Dus ga ik dat even doen. En wat ik eigenlijk eerst ga doen is nog een beetje boter bij je ei gooien. Want hij is al een beetje... Zo. Want anders plak ik het helemaal aan en dat moeten we ook niet hebben. Dus, en ik zal lekker weer, ga ik nu even lekker naar Dom kijken. Dan ga ik dat wel even doen. Nou, ik lig nou lekker in bed. Ik heb al een beetje geslapen. Het is nu 11:00 en ik heb sinds 8:00 ben ik in slaap gevallen. Ben ik geslapen. Dus, maar ja. Ik ga de vlog hierbij afsluiten. Ik hoop dat jullie om deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie in ieder geval deze vlog leuk? Doe sowieso een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zo tof zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers hier naar een goed nieuw vlog om 6:00. En zeg ik hierbij later. We hebben begonnen, we hebben Ivo Sip, we hebben Sander Pat en misschien nog wel een lekker stukje Sinistix. Dit is Sander Pat, draait door!